Assen. Misschien wel het meest sfeervolle stadion van de keukenkampioendivisie. Het onderkomen van de Graafschap. Vandaag gastheer voor Eindhoven. Twee van de 9 ploegen die 7 punten hebben na 4 wedstrijden. Alleen Helmond Sport steekt er nog een klein beetje bovenuit. Die hebben er 8. Ja, ze zijn eigenlijk wel tevreden bij de Graafschap als het gaat over de transferperiode. Een lekkere terugspelbal dit. Nou, dit is een cadeau. Dit is een cadeau, wilde ik zeggen. Maar Van der Haar jaagt hem richting Zellem. Wat een gegoochel achterin bij Eindhoven. Nieuw Warmerdam. Vrij gemakkelijk langs zijn tegenstander. Warmerdam terugleggen achter het standbeen langs. Ja, dat was knap bedacht. Kon ook niet heel veel anders. Van der Haar. Overname de Graafschap met Van der Haar. Als hij opschiet is het 4 tegen 4. Van Gilst. Rechtdoor Van Gilst. Terug naar Van Gilst. Gaat dan heel gemakkelijk eigenlijk buitenop. Dit zou het moeten zijn, maar het is hem nog niet. En daarna de bal ingeschoten uit buitenspelpositie. Kwartier lang is de Graafschap de betere. Met Van der Haar die nadrukkelijk in de buurt is geweest van de openingstreffer. Lekker doorgespeeld richting Schoppenma. El Kadir. Geholpen door Eindhoven. Zo gaat die aanval van de Graafschap nog verder. En rolt die weer richting Van der Haar. En dan een merkwaardige keuze. Wanneer komt Eindhoven een keer met een fatsoenlijke aanval? Nu is het weer de Graafschap. Van Gilst. Gilst, wat de ruimte om het te proberen. Oh, schitterend doelpunt. Schitterende goal van Tristan van Gilst. Zijn derde al dit seizoen. Blikvanger bij de Graafschap. In de eerste wedstrijden van de nieuwe competitie. Fantastisch uit dan. Eindhoven voor de eerste keer is het echt dreigend, moet de spits opschieten en gaat dit allemaal net goed. Een paar bijzonder gekke momenten toch gezien in de eerste 35 minuten. Dus Eindhoven eindelijk een keer de ruimte weet te vinden. Had ook heel slecht kunnen aflopen voor de Graafschap. En voor Besselink. Huisman komt er echt helemaal niet aan. Goed gespeeld. Paas naar voren van Nadja. Daar ligt de ruimte. El Kadiri. Natuurlijk een actie in de benen. El Kadiri. Kappen, draaien, dreigen. Terug naar El Kadiri. Karambolit. Bal nog tegen het lijf van de kleine linkerspits. Hard ingedraaid. Brondeel gaat terug. Goede spelervatting. Nu de Graafschap. Warmerdam. Warmerdam nog een keer. Ja, dan uiteindelijk met links. Kadiri. Schoppenma. Nog een aardig aan de linkerkant. Schoppenma. Lage voorzet. Al goed gespeeld. En dan uit de draai schieten. De eerste kans van de tweede helft is voor de Graafschap. Van de Britijn doet het gewoon goed. Dus moet hij het zomaar gaan laten zien bij een invalbeurt. Hier is de Graafschap weg. In de rechterkant. Warmerdam onder andere aangesloten. Het schot. Dat scheelt niet zo gek veel. Schoppenma. Het is zelf nu heel nodeloos ingewikkeld. Dit is geen buitenspel. Van Schuppen, hier is de mogelijkheid ineens voor Eindhoven. Droge knal, dan wordt de rebound nog weggegeven. Doet Spits dat vervolgens voortreffelijk. Door ze het er echt voor te gooien. Zo zie je niks.
Zo wel. Van Schuppen met het schot en daarna een spits met een voortreffelijke reactie. Steuntjes. Spel gaat verder. Goede bal van Eduardo. Nou, overzicht houden. El Kadiri onder andere voor de goal. Maar hij had niet te lang. Dan is de kans weg. Wat rest is de hoekschop voor de Graafschap. Dat nog altijd met 1-0 voor staat. Het schot van Mahi gaat de mist in. El Kadiri. Hille. Kan aannemen, kan draaien, kan schieten. Seuntjes. Mahi. Eduardo voor de goal. Mahi. Oh, die is dicht bij de beslissing. Raak links voor langs. Ging voor eigen succes. Wil zich laten zien. Maar ook wat opties voor de goal. Seuntjes. Mahi. El Kadiri. Buitenspel. El Kadiri. Hard voor langs. En ook nu wordt de bal niet binnengelopen. Er blijft Eindhoven in de wedstrijd. Mahi. Eduardo. Eerste aanhaler. Nu het vervolg. Duelleren met Seedorf. Eduardo. Eduardo. De bal was wel binnengebleven. Schoppen maar. Vervolgens de zoveelste nu wel. Mahi. Mahi nu met de voorzet naar de tweede paal. En dan lijkt het wel beslist als Britijn de bal binnenknikt. In de 84ste minuut. Heerlijke bal van Mahi. Zo moest de Graafschap er tegen een heel tover Eindhoven uiteindelijk nog behoorlijk diep voor gaan. Helemaal verkeerd, Blummel. En dan net nog het eigen doel ingelopen. Uitverdediging van Simons. En dan staat er een enorme ruimte voor de Graafschap om er nog een derde in te prikken. Maar dat laat de Seuntjes na. De Graafschap verslaat Eindhoven. Dat is volkomen verdiend. De Graafschap had er misschien nog één of twee meer in kunnen prikken. En Eindhoven kwam bijzonder matig voor de dag vandaag in Doetinchem.